En toen wou ik echt een glazen bol pakken, waar dat soort toekomst in leest, en dat gewoon op die fucking bullet slagen. J-School. What's up, J-School? Je hoort het al, mijn stem is terug. La, la, la. Ik moet misschien alleen nog een beetje voorzichtiger doen voordat ik deze shit begin te doen. We gaan starten met de abonnees. We zitten op 95.346. Het gaat iets trager de laatste dagen. Dat is jammer, maar dat maakt niet uit. We zijn toch bijna aan de 100.000. Dus misschien is het zo'n kleine spanning dat wordt opgebouwd voordat we er eindelijk zijn. Maar toch even alle vrienden even vragen voor het abonneren, oké? Okay? Gewoon even doen. Dank u. Oké, okay, doei. En voor de rest de shout-out van vandaag. Ik heb gekeken. De shout-out van vandaag gaat naar Safai Diwan. Safai Diwan. Nee, denk ik. Ik weet het niet. Die zegt, dat is toeval. Ik ben vandaag ook ziek. Ik hoop dat het morgen beter is. Hashtag shoutout. En het is vandaag beter. Dankjewel voor de reactie. Dankjewel voor te kijken en te liken en te abonneren en er gewoon te zijn. Maar ik ben hyperactief vandaag. Maar dat is vooral omdat ik een beetje kwaad ben eigenlijk. Ik ben een beetje agressief vandaag, mannetjes. En ik kan al even vertellen waarom. Ik heb gisteren iets meegemaakt wat niet zo super leuk is. Ik heb er wel zelf voor gekozen, maar oké, zwart maakt niet uit. Ik ben gisteren namelijk naar een spirituele beurs geweest. Wat houdt dat in? Een spirituele beurs wil zeggen dat je dus in een ruimte komt, een zaal met allemaal waarzeggers, mensen die je toekomst kunnen voorspellen, een plaats waar je zo van die stenen kunt kopen dat je geluk brengen en al die dingen. Oké, okay. Ik had daar tickets voor. Ik dacht, ik ga daar gewoon eens langs. Ik ben toen met Tom en met Glenn geweest. Laten we zeggen dat het niet echt de beste ervaring uit mijn leven was. Ik ben iemand en ik ben redelijk bijgelovig, dus ik geloof wel dat er dingen zijn waarvan dat wij niet weten dat ze er zijn. Het gaat niet super ver bij mij. Of ik echt in geesten en zo geloof, goh, dat is een beetje een twijfel. Geloof ik in het hierna nee, daar geloof ik niet in. Dus het zit een beetje zo wat links en rechts. Maar goed, ik ben dus gisteren op die beurs geweest omdat ik dus mezelf een keer wou laten lezen. Dus dat wil zeggen, ik ging ergens zitten en die persoon ging mijn toekomst voorspellen. We zijn eerst binnengekomen, we hebben een beetje rondgewandeld, we hebben een beetje rondgekeken. Je hebt daar dan ongeveer een stuk of 30, 40 tafels staan met allemaal mediums, waarzeggers en zo. En dan moet jij uit die 40 tafels één iemand kiezen waar dat jij dus je toekomst wilt laten voorspellen. Dus ik was een beetje aan het rondwandelen en aan het rondkijken. Want ja, je moet ook zien dat je ergens gaat zitten waar je je toch wel het beste bij voelt of het beste gevoel erbij hebt. En voor mij was dat eigenlijk direct de eerste persoon die dat ik zag. Dus de eerste waar ik naar keek, dacht ik van oké, ik ga daar gewoon zitten. Ik neem plaats aan die stoel en ik vraag aan die mevrouw van hoe lang duurt deze ongeveer? En ze zegt tegen mij, een half uur, drie kwartier zal dat ongeveer wel duren. En ik vraag de prijs en ze zegt tegen mij €40. Ik had zoiets van, oh, oké, €40 is echt wel veel voor iets waarvan je niet weet of dat het wel echt is of niet. Maar goh, met die ingesteldheid moet het er ook niet gaan zitten. Dus ik had zoiets van, weet je, vergeet het, ik ga dat gewoon doen. €40 is €40. Even een Alex Agnew doen. Maar goh, ik zet mijn eigen neer en zij pakt haar tarotkaarten erbij. En de bedoeling was dat zij eigenlijk gewoon mij ging lezen, dus mijn toekomst ging voorspellen. En nadien kon ik dan nog een paar vragen stellen of een foto van iemand laten zien waarover dat ze dan ook iets zou kunnen zeggen. Dus ik zit daar neer en die begint haar kaarten te leggen. Ja, sorry voor de zon dat weer binnen schijnt. Het is weer een prachtig uur dat ik begin te filmen. Maar goed, dan hebben we weer wat meer belichting. Dus die begint zo met kaarten te leggen. En het eerste wat hij dan zegt, zijn zo van die basic dingen dat je zo tegen iedereen kunt zeggen. Zo van, ja, uw toekomst gaat er goed uitzien. Op werkvlak ziet alles er goed uit. Uw liefdesleven komt ook helemaal goed. Zo van die dingen dat je letterlijk tegen elke persoon kunt zeggen die dat binnenwandelt. Maar ik geloof oprecht dat er echte mensen zijn die dat eens kunnen. Dat wil ik gewoon even duidelijk zeggen. Ik geloof echt dat er mensen zijn die dat dingen kunnen die dat anderen niet kunnen. Op dat vlak. Alleen zij was er geen van. En ineens vraagt die vrouw aan mij, heb jij een relatie? En ik keek zo van, moet jij dat normaal gezien niet weten? Allee, moest jij normaal gisteravond al niet weten dat ik vandaag kwam? Maar goed, ze stelt dus die vraag. En waarom stelt mevrouw die vraag? Ze stelde mij die vraag zodat ik bijvoorbeeld nee zeg. In mijn geval heb ik nee moeten zeggen, omdat ik ook geen relatie heb. En dan kan ze haar verdere antwoorden of haar voorspellingen daarop baseren. Dus dat is allemaal trucjes, 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 trucjes. En de volgende vraag was, heb jij werk? En dan had ik ook alweer zoiets van, wie is er nu eigenlijk de waarzegster? Jij of ikje? Maar goed, ik zeg dus, nee, ik heb geen relatie en ja, ik heb werk. En dan begonnen al die haar antwoorden zo te komen. Kinderen zo de meest typische antwoorden dat je kunt geven op mensen dat single zijn of werk hebben. Simpel. Allee, ja. Iedereen heeft werk in het leven en iedereen heeft wel eens met liefde te maken in het leven. Ik bedoel, dat is vrij easy om daar antwoorden op te geven. En dan zegt hij ineens tegen mij, financieel zit het goed.
En ik zit daar zo van, ja, dat weet ik. Ik ben hier op dit moment, weet je wel? We zitten in het heden. Ik weet hoe het financieel met mezelf gaat. Ik kom hier voor de toekomst. Niet voor wat er nu aan het gebeuren is, want dat weet ik zelf ook, hè? Maar goed, ik ben gefrustreerd omdat er op het einde iets gezegd is geweest dat mij eigenlijk echt heeft geraakt. En ik had zoiets van, die vrouw is hier geld op mij aan het verdienen en op zoveel andere mensen door gevoelige plekken te raken en ze dan nog helemaal verkeerd te interpreteren, gewoon, echt waar. We komen daar direct. Maar ik zeg het u, die vrouw legt dus zo 3 of 4 keer opnieuw al die kaarten en elke keer komt die gewoon met hetzelfde. Ja, je gaat verliefd worden op iemand. Je gaat verliefd worden, maar je moet oppassen. Je moet het anders doen. Je moet het anders doen als normaal. Want die man waar dat je verliefd op gaat worden, die is bezet. En je gaat zo verliefd worden dat hij nu gaat kwetsen, want hij kan niet bij u zijn, omdat hij al iemand heeft. En ik was echt zo van, bitch, please, ik word niet verliefd. Ik word niet verliefd. Als ik zeg dat ik niet verliefd word, dan word ik niet verliefd, oké? Okay? Dat gaat gaan of fucking tarotkaarten, of fucking rotkaarten, gewoon dat voor mij niet zeggen. En elke keer als er een boekkaart ligt, komt dat gewoon allemaal terug. Die zegt gewoon 5 keer dat ik verliefd ga worden. En dan ineens, uit het niks. Dus ze zegt echt zo 4, 5 keer dat ik moet oppassen met op wie dat ik verliefd word. En daarna zegt ze ineens dat ze nog eens de kaart legt. Ah, je gaat gelukkig zijn in de liefde. Je gaat gelukkig zijn in de liefde. Het komt goed. Maar ik moet wel oppassen omdat ik op iemand verliefd word aan een relatie. Relaties en werk zijn gewoon de 2 meest voorkomende dingen. Daar kun je echt letterlijk antwoorden over blijven geven. En elke mens dat voorbij wandelt zal zeggen, ah, dat herken ik. Hey, dat herken ik ook. Ja. Er was zelfs een moment dat die vrouw zenuwachtig begon te worden. Dat, precies of die had schrik om gesnapt te worden of gepakt te worden met een bullshit, weet je wel? En dan begon die echt zo, ja, zo raar te praten en zo wat zenuwtrekjes begon die te krijgen. En dat vond ik echt plezant. Ik had zoiets van, I own you, hè, gesje. Maar ik zat er ondertussen ook zo van, allee, wat zit ik hier nou eigenlijk te doen? Elke euro is onttellen voor shit te horen dat ik eigenlijk al weet. En ik wil niet negatief doen, mannetjes, maar ja, het was negatief. Maar 1 ding heeft mij zo kwaad gemaakt, mannetjes. Ik mocht dus op het einde mocht ik een foto laten zien van iemand dat ik ken. Of maakt niet uit, gewoon iemand dat overleden is of zo. Of maakt niet uit, gewoon een foto van iemand. Maar die belichting is zo lastig, maat. Echt waar. Wat doe ik? Ik laat een foto van mijn mamatje zien. Voor de mensen die het niet weten, mijn mama zit al 10 jaar in een rolstoel. Die is invalide, die is gehandicapt. Die is er niet meer bij met haar hoofd. Dat is een heel zware periode geweest. En dat is het altijd en dat zal het ook altijd blijven. Maar ik liet die foto aan die vrouw zien met de vraag van, hoe gaat de toekomst van deze vrouw eruit zien? Ik heb gezegd deze vrouw. Ik heb niet vermeld dat die vrouw mijn moeder was. Gewoon omdat ik wou zien of zij dat kon aanvoelen of niet. Weet je gewoon wat dat die zegt? Ik laat die foto van mijn mama zien. En die pakt mijn hand vast en die ziet recht in mijn ogen en die zegt zo. Dat is een slang. Dat is een slang. Daar moeten we van wegblijven van zo'n mensen. Dat is een profiteur. Dat is een slang. Zo'n volk moet er niet in je leven hebben. God daar van weg. My god. En toen kwam mijn besef. En ik heb net juist €40 betaald aan een vrouw die ik in mijn leven nog nooit heb gezien. Zodat die mijn moeder kan uitschijten. Mijn liefste, allerliefste vrouw op aarde moeder. Ook voordat ze in een rolstoel zat. Een prachtige vrouw, nooit een vlieg kwaad gedaan. Altijd goed voor iedereen geweest. Heb ik €40 betaald om mijn moeder uit te laten schijten. En toen wou ik echt een glazen bol pakken, waar ze haar toekomst in leest. En dat gewoon op die fucking bullet slagen. Ik was aan het borrelen van binnen. Ik was razend. Ik dacht echt van, deze kun jij niet maken. Niet alleen tegenover mij, maar tegenover al de rest van de mensen die daar in een zwakke periode zitten, naar u komen voor hulp en dat jij gewoon die hun geld uit hun zakken trekt zonder schomte. Ik kan deze nog verdragen. Ik heb het er moeilijk mee gehad. Ik ga niet liegen, maar ik kan er nog mee om. Maar er zijn zoveel zwakke mensen die dat echt met heel hun hart geloven in wat die vrouw vertelt. En die dat ook gaan leven naar hetgene wat zij zegt. En dat is gewoon fucked up. Ik geloof nog altijd, en ik zeg het u, ik geloof oprecht dat er mensen zijn die dat weten wat dat ze doen. En die dat ook echt kunnen. Ze zijn er. Maar zo'n mensen gaan niet op zo'n beurs zitten. En dat had ik ook moeten weten. Maar ik dacht, ik kan het gewoon eens een keer proberen. We zien wel. In mijn geval is het gewoon, als er 1 ding is waar ik niet kan verdragen, en dat meen ik echt, hè, dan is het dat je over mijn moeder begint. Ik kan alles verdragen, hè, mannetjes. Jij kunt mij uitschijten, persoonlijk mij uitschijten. Met elk minpuntje aan mijn lichaam of wat dan ook, dat maakt mij niet uit. Jij moet mij uitschijten voor vetrollen dat ik heb. Als ik stink, moet jij dat zeggen. Aan mijn haar fucked up
ligt. Moet jij dat zeggen? Dat interesseert mij niet. En de manier waarop dat die dat zei tegen mij, met alle zekerheid in haar gezicht, terwijl dat die mijn poot vaststaat, dat is, ik walgde van dat mens. Ik walgde. Ik wou zelfs niet betalen. Ik kan eerlijk zijn. Weet je, geld is maar geld, hè. Maar ik had echt zoiets van, ik kan hier niet voor betalen. Hoe kan ik betalen voor iemand die dat op deze manier te werk gaat? Ik zeg het u, er zijn zoveel mensen die dat echt iets hebben meegemaakt, die dat supergevoelig zijn en die dat bij die vrouw komen en, allee, die gaan naar buiten met geloof dat alles wat hij zegt waar is. Stel u voor, dat is nou echt belachelijk wat ik zeg. Hè? Stel u voor, iemand in dezelfde situatie als mij, maar die dat zwakker is. En ineens een moeder in de rolstoel en zo. En die zegt letterlijk, je moet die laten doen. Weg het je leven, die vrouw. Dat is niet goed. Dat is geen goede aura. Dat is geen goede energie. Stel je voor dat iemand dat echt naïef is, dat toe. En zegt van, ja, ik ga mijn moeder gewoon laten voor wat het is. Snap je mijn punt? Dat is nou echt ver gezocht. Maar er zijn mensen die echt zo naïef zijn en egoïstisch zijn. En ja, dan gebeuren zo'n dingen misschien wel eens. Ik heb uiteindelijk het geld wel betaald. Ik heb spijtig genoeg geen naam van de vrouw. Ik had een kaartje, ik heb dat weggesmeten. Maar dat is echt een chance voor haar. Want als ik nu, op deze moment, die haar naam en die haar fucking kop had, die had nooit in haar leven nog klanten gehad. Dat zweer ik oprecht. Ik had nu die haar naam met jullie gedeeld. Ik had dat viraal laten gaan, dat die gewoon geen één klant niet meer had. Maar waarom alleen op haar afreageren als er duizenden rondlopen die dat zo te werk gaan? Schaamdollen één voor één. Voor alle mensen die hun eigen darmen bezighouden en oprecht van zichzelf weten dat ze er niks van kennen of dat ze het gewoon doen voor het geld, alsjeblieft, sterf. Dat is mijn voorspelling voor jullie. Sterf één voor één. Ga allemaal samen onder de grond een fucking grot bouwen en ga daar gewoon elkaars toekomst voorspellen, oké? Maar laat mensen die daar echt op zoek zijn naar antwoorden, alsjeblieft gewoon doen. Ik kan niet meer erover zeggen. Het is gewoon een kutwijf. Sorry voor mijn taalgebruik. Oprecht, ik wil niet zo overkomen op mijn kanaal. Maar die vrouw heeft mij zo slecht gezind gekregen. En ik ben er zeker van dat elke tafel mij slecht gezind had kunnen krijgen. Omdat dat gewoon één brok bullshit is. Trouwens, dat is de spirituele expo, noemt dat. Er zijn over heel België zijn er nog een paar dagen waar dat gaat komen, de spirituele expo. Ik zou zeggen, verspil je geld er niet aan. Ga er gewoon niet in. Laat gewoon al die mensen er rustig zitten met hun miserie en het geld aftroggelen van andere mensen. Laat dat gewoon niet gebeuren, alsjeblieft. Dus houd Olle niet bezig met zo'n dingen. Ga daar niet heen. Hoor eens bij mensen rond of dat er anderen zijn die dat in een privé situatie kunnen doen. En dat gaat veel beter zijn dan in een of andere stinkende zaal. Want mannetjes, stinken dat er deed. Echt gewoon stinken. Dat was precies in een paardenstal dat wij onze toekomst kregen. Maar goed, het is wat het is. Ik heb het meegemaakt. Ik heb het nu ervaren. Deze is mijn ervaring erover. Laat mij weten of dat jullie zelf ook al iets hebben meegemaakt in die naart. En als je deze een leuke video vond, vergeet dan zeker niet te abonneren door na de video op het cirkeltje te klikken. Ook het belletje daarnaast, zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik een nieuwe video plaats. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur bij een gloednieuwe video. Doei!